Yo, leuk dat jij naar Kook TV. Ik ben Bradley en vandaag ben Wacht even, mag ik ook zeggen dat ik Linda ben? Ja, daarom zeg ik ook van, ik ben vandaag Linda. Oké. Yo, leuk dat jij naar Kook TV. Ik ben Bradley en vandaag is weer een vrijdag video. En vandaag ben ik met de liefdallige Linda. Yes! En Linda heb je natuurlijk al gezien in, bij Kook Fristicks. En bij Coolbox. En bij Coolbox. Ja. Vandaag hebben we 5 tips voor hoe je een goed YouTube kanaal kan starten. Heel veel van jullie die hadden daar altijd een vraag naar. En dachten van nou, laten we maar eventjes daar wat tips over geven. En misschien kan jij ook een YouTube kanaal starten. Goed, nou tip 1. Tip is dat het heel belangrijk is dat je je comfortabel voelt voor een camera. Wees gewoon lekker jezelf, doe lekker gek, weet ik veel, en niet te geforceerd, maar gewoon relaxed, comfy, en dan komt het in ieder geval heel natuurlijk over. Juist, en naarmate de tijd vordert, wordt het echt een gewenning. Ja. De eerste keer zal zeker ongemakkelijk zijn, en na 4-5 maanden is het gewoon, oh, alsof het gewoon iemand is die waar naar je kijkt, waar je naar kijkt. Precies. Tip 2. Zorg ervoor dat je een goed idee hebt voor de video. Denk eventjes uit wat je precies met de video wil maken. En probeer video's te maken waar jij blij van wordt en wat dicht bij jezelf ligt. Linda maakt bijvoorbeeld taboes bespreekbaar en dat ligt heel dicht bij haarzelf. Precies. En Bradley die doet heel veel comedy dingen en dat past ook perfect bij hem. Ja, dat is het. Wees niet bang om fouten te maken. Je leert echt heel erg van je fouten. Wij zijn ook een tijd geleden begonnen met YouTube en we hebben echt misschien wel hele stomme video's gemaakt, maar we kwamen erachter, weet je, je moet het gewoon allemaal uittesten, proberen, je moet er zelf achter komen. Als je fouten maakt, is helemaal niet erg. Let ook zeker niet op de views. Nee, let niet op de views. En zo. Doe gewoon je ding en fouten maken mag. En als je het een fout hebt gemaakt, kun je altijd nog een video verwijderen. Als het echt nodig is. Ja. Tip 4. Hoe wij ook gestart zijn is vooral ook door netwerk te maken en vrienden. Probeer dus eigenlijk gewoon een aantal kanalen te zoeken die heel dicht bij jouw eigen video's liggen. En daar eigenlijk soort van contact mee te zoeken. Ja. Via andere social media kanalen zoals Twitter, Instagram, Snapchat. Dat heeft mij in ieder geval echt geholpen. Vooral Twitter vroeger. Twitter was echt perfect om gewoon net te netwerken. Ja, inderdaad. Je kan makkelijk contact zoeken met andere YouTubers. Ja, Twitter is echt heel goed. En ze reageren op elkaars video's. Van, yo, leuk video. En vaak valt iemand al echt wel op hoor als je met een bepaalde kanaalnaam. Maar zelfs ik doe dat nog steeds en vooral op Instagram. Ik reageer regelmatig, maar echt gemeend. Niet dat ik denk van ik moet reageren om vrienden te maken, maar gewoon echt. Ik laat mezelf overal een beetje zien en dat is slim denk ik. En de allerlaatste tip is doe omdat je het leuk vindt. Ja, absoluut niet voor het geld, want het is dramatisch. Tegenwoordig is het echt. Ik vind niet echt geld ermee. Nou, tenminste, weet je, je kan voor jezelf een beetje dingen ondernemen en dan vind je weer zo geld. Maar doe het omdat je het leuk vindt. Zo zijn wij ook gestart. Precies, en we zijn ook al heel lang bezig. En dan kan je echt iets opbouwen voor jezelf. En dus als je echt, echt die ambitie hebt, kom je er sowieso wel. Als je het echt wil, maar je moet het gewoon doen. Maar vooral omdat je het leuk vindt. En verwacht er niet te veel van. Nee. Heel veel mensen denken altijd van, oh, ik ga je YouTube-kanaal beginnen, dan word ik meteen groot. Wij zijn nu al 8 jaar bezig bijna. Ja, bij, nee, 7 jaar. En ik ben nu 5 jaar bezig bijna. Ja. En we zitten nu op 30.000 op ons eigen persoonlijke kanaal. Ja. Dus het gaat, de groei zit er al in. Sorry. Maar verwacht niet meteen. Nou, ik hoop dat je wat aan deze tips hebt gehad. En als je twijfelt over een YouTube kanaal beginnen, doe het gewoon. Gewoon starten. Dit is echt super leuk. Mm-hmm. Neem het maar van Linda en mij aan. Sowieso. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt gehad. Abonneer natuurlijk eventjes op Linda en op mij en op Kook TV. Geef deze video natuurlijk eventjes een duim omhoog en laat even een reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei! Doei!